Amerika, maar het is een Haagse vinding. De gemeente Den Haag wil de reclame in het zand nu ook toelaten op het strand van Scheveningen. In de hoop dat de badgasten dan minder rommel achterlaten. Wie deze zomer naar het Scheveningse strand komt, ligt waarschijnlijk tussen de reclameboodschappen. Een Brabants bedrijf wil tegen betaling afdrukken van merknamen maken in het zand. Het fenomeen is komen overwaaien uit Amerika. Haar zogeheten beachprints zijn een Haagse vinding. Het idee is in feite van mij. Dat is 9 jaar geleden. En dat was een wals, een walsje. Ik heb een prototype gemaakt. En dat drukte eigenlijk de naam in het zand. Eindeloos was een kilometer strand zetten. Dat is een kilometer reclame met het logo erop. Samen met een vriend maakte het hart 9 jaar geleden het prototype van de wals. Op deze videoopnames is te zien hoe de twee het ding op een stille wintermiddag hebben uitgeprobeerd op het strand bij Kijkduin. En dat was natuurlijk ontzettend leuk om te doen, want ik heb echt om me heen gaan kijken of niemand het zou pikken. Want het is natuurlijk heel eenvoudig. Als je het idee ziet, dan is het zo simpel. Iedereen kan er meteen mee beginnen. Het hart heeft nog geprobeerd om patent te krijgen op zijn idee. Maar dat lukte niet omdat hij al verschillende bedrijven had benaderd. En het idee werd er nog gepikt door een Amerikaan. De droom van de Hagenaar kon dan ook niet doorgaan. Mijn ultieme wens was dat niemand van het idee afwist en dat je opeens in het journaal zou te zien krijgen vanaf grote afstand dat er bijvoorbeeld een stuk woestijn helemaal onder de logo stond. Dat leek me geweldig. Want dan heb je toch wel het succes van een idee. Dat succes lijkt nu toch te komen. Het bedrijf dat de Nederlandse stranden wil volstempelen erkent het hart als de uitvinder van de beachprint. Den Haag denkt er serieus aan om de strandfrequenties in het komende seizoen te gaan gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat badgasten minder rotzooi achterlaten op het strand als er afdrukken in het zand staan. Bovendien levert de reclame geld op. En dat kan Den Haag natuurlijk goed gebruiken. Maar ook hier geldt overdaad schaaf. Ik doe niet het complete strand helemaal vol, want dat gaat ineens gewoon tegen de borst stuiten. Maar trek een baantje. Trek een paar baantjes naast elkaar. En dat is gewoon aardig. Ik zie de kinderen zie ik daar al tussen de logo's doorstampen om ze kapot te maken. Nou, dan heb je weer gelegenheid om nieuwe baantjes te trekken. En dat is weer leuk voor de kassa. Als Den Haag en het Brabantse Sandcast tot overeenstemming komen, zullen de eerste beachprints bij de opening van het strandseizoen op 13 mei te zien zijn. En daarmee komen we aan het eind van het nieuws van TV West van deze woensdag 12 april.